Vandaag, de dag van Groesbeek. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, we hebben al weken hier lang naartoe geleefd. Alles is voorbereid. De hekken staan, we zijn klaar voor de lopers. Het zonnetje schijnt, we gaan een fantastische dag ervan maken. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Maar de Zevenheuvelenweg is natuurlijk wel altijd een hele klim en dalen. Het is letterlijk, denk ik, voor heel veel lopers een hoogtepunt van de hele Vierdaagse. Daar hebben ze met z'n allen naartoe geleefd. En als je die achter je hebt, nou, dan heb je ook de Via Gladiola verdiend. Ja. Hebt u hem zelf wel eens gelopen? Nee, ik heb hem zelf nog nooit gelopen. Dat kan ook niet, want ik heb de hele dag dienst. En ik moet nog zoveel kilometer lopen dat er geen plaats in het rooster. Dus als ik geen burgemeester meer ben, dan kan ik hem pas gaan lopen. En ik heb zulk leuk werk als burgemeester van Bergendal dat dat voorlopig nog wel niet zal gebeuren. Wat gaat u vandaag dan allemaal doen? Want u maakt me nieuwsgierig. We zijn vanmorgen vroeg al heel vroeg begonnen met een grote inspectietocht langs de hele route. Zodat ik kan zien dat alles inderdaad optima forma is om onze gasten goed te kunnen ontvangen vandaag. Vandaag staan we de hele dag ook voor het gemeentehuis de mensen aan te moedigen om ervoor te zorgen dat ze net een beetje extra moed krijgen om inderdaad die Zevenheuvelenweg te kunnen trotseren met z'n allen. Hebt u in Bergendal Groesbeek ook gasten morgen? Ja, we hebben heel veel gasten die van buiten komen, maar we vinden het ook heel belangrijk dat we gasten uit de gemeente kunnen verwelkomen. En dus iedereen die wat bijzonders heeft gepresteerd, die hebben we willen uitnodigen. Alle mensen in de gemeente die het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, die zetten we vandaag extra in het zonnetje door ze uit te nodigen op het erepodium. Ook alle schutterskoningen en schutterskoninginnen van het afgelopen jaar. Dus iedereen die wat bijzonders heeft meegemaakt, die hebben we er ook bij gevraagd uit onze eigen dorpen. Dan maakt u een feestje ervan. Het is ieder jaar een geweldig feest en daar gaan we er dit jaar ook weer van maken. Nou, heel veel succes ermee en dank u wel voor het interview. En een hele fijne week nog. Dat gaat zeker lukken. Dank u wel.